maar hun training is... Al terug? Die trainingen duren precies hoe langer, hoe korter. Ah, Pascalke, voor mij een dag schotel. En rap, want ik ben uitgedroogd. Paul heeft ons afgejakkerd dat het niet schoon is. Allee, ik hoor het al. Dat wordt weer geen vette vanavond, hè? Maar nee, hij overdrijft. Je bent een bende krabbenstokers. Allee, je loopt amper een uurtje te trainen en je tong hangt op je schoenen. Ah ja, het is daarom dat we ermee gestopt zijn, omdat we overstrijkelden. Nou, voor één keer, mannen, ben ik het hier eens met onze voorzitter. Merci, papa. Uw conditie trekt op niks, hè? Jawel, dat is dan aan u om daar iets aan te doen. Jij bent toch de trainer, hè? Ho, Doortje, ho. Hem niet aanmoedigen, het is al erg genoeg. Oh ja, luister, ja, maar mannen. Als ik u zou trainen zoals het moet. Wel, waarom traint je ze niet zoals het moet, hè? Wie weet winnen we dan een keer? Ja. Winnen? Zo'n ploeg wandelende kapstokken. Ja. Oh. Stef mag het proberen. Stef? Welke Stef? Stef? Wel. Die wordt toch mijn vervanger als trainer? Ga jij weg? Maar nee, Mark, dat is alleen maar voor die stage, hè? Voor die stage? Ja. De Stef zit toch met mij op die trainersopleiding. En voor die stage gaan wij nu mekaars ploegen trainen. Ja, maar al is het, moet dat? Tjoh, dat is maar voor eventjes. En gunt mij ook eens iets. Okay. Allee dan. Ander en beter, hè? Ja. Jij gaat mij nog missen, ja? Stef is gewoon om een topploeg te trainen, jongens. De Beukers, die winnen al hun matchen. Als de Stef hier hetzelfde resultaat haalt, dan moeten we misschien weer redden. Wacht maar, ja. Je gaat hier nog wat meemaken. Je zult trap een toontje lager zingen. Ze zijn er mee, joh. Ja. Valt die mocha la romana? Pasta freschi, tagliatelli bianco e verde, con olio picante e insalata freschi. Dus dat is de saltimbocca alla romana, de groene en de witte en pasta en versgestoomde groentjes. Zeg het nog een keer in het Italiaans, dat klinkt dat pikant. Wat de beste toch doen, he? Ze heeft al zo weinig tijd met hun opening gehad. Ik zal een keer terugkomen op haar sluitingsdag. Ah, dat is service, hè? Dat is service. Dank u wel, bella poepa. Prima. Poepa. Ja, daar gaat de vroege of laat is zacht mee krijgen, de bal. Met wat? Met dat familiair gedoe, hè? Die iedereen heeft dat graag, maat. Ik ben een mensenkender, hè, Freddy. Ik weet direct wat voor vlees dat ik in de kuip heb. Hè. Het verbaast me dat hij u zo ongestraft laat doen, hè. Bij mij? Ik heb het u toch nog gezegd. Alle vrouwen vallen voor de bal. Ah, bon. Ze gaan, hè. Ja, je hebt dat of je hebt dat niet, natuurlijk. C'est ça. En ik heb dat. En nooit betiefd geweest voor ongewenste insinuaties? Ja, Freddy, als ik het u zeg, zij vallen mij lastig. Vroeg of laat in het vlaggenbal, daar gaan we lachen, zeg. Bon appetito. Fans gelijkens. Maar gasten, sluit eens wat aan van achter kap. Ja, mannen, Rudy, volgen, kap. Gast geven, kort rond die kegel, heel kort. Ja, die is Stef. Dat is geen missen, hè? Nee. Moest dat mijn kinesist zijn, ik ging alle dagen. Pas maar op dat Maurice dat niet hoort. Maar ik moet zeggen, die nieuwe trainer die weet hoe dat hem ons mannen moet aanpakken. Hè? Stagetrainer, met Bieke. Dat is maar voor even, hè. Ja, ja. En wat je nu ziet, dat zijn nog maar opwarmingen. Ja, ja, maar ik heb ze toch nog nooit zo gemotiveerd weten opwarmen. Ja, ja, wacht maar tot hem uit zijn krammen schiet. We persen er nog een rondje uit. Laat eens zien wat je kunt. Geet niet voor niks, de kampioenen. Ja, maar... Dat is maar een naam, hè. Je moet ons daar echt niet op pakken krijgen. Stef, voor de vrienden. Ah, Stef, van al dat lopen krijg ik dorst. Wel, voor ieder rondje dat jij loopt, krijg je straks een pint. Gij ze mijn maat, Stef. Paul, hey, Paul. Heb je het opgegeven? Groot gelijk, jong. Die mannen zijn hopeloos. Paul. Ja. Ik dacht dat die Stef een dikke ambetantrik was, maar dat valt goed mee, ze. Wacht maar.
Oké, Melk is genoeg gelopen. We gaan wat op doel trappen. Xavier, nu goal. Oh, Stef. Mogen wij niet nog een paar rondjes lopen? Ik heb nog maar 2 pintjes verdiend. Je kunt er nog meer verdienen. Per bal dat jij tegenhoudt, krijg je een pint. En de anderen die krijgen een pint per bal dat ze niet shotten. Ja, goeie. Ik heb een merk gemaakt dat hem veel te gemakkelijk is. Ja, hè? Nog eentje, Xavier? Hé, hey, Stef. Dat zijn al 4 pintjes, hè? Nu heb ik u door. Jij doet dat expres. Je mikt goed, maar je mikt verkeerd. Ja, ik mik op de Xavier, hè? Ja. Daar kunnen we aan werken. Jij blijft nog even straks. Ja? Oké. Okay. Xavier, je hebt je best gedaan. Ja. Gaan we naar het café uw pintjes halen. Merci, trainer. De anderen die kunnen nog wat pintjes verdienen met een paar rondjes te lopen. Kap. Kap. Allee, zeg. Op die manier gaan die trainingen nog opbrengen. Ja, Paul. Daar kun jij nog wat van leren, hè? Ja, dat is een andere aanpak, hè. Dat is meer individueel. Mm-hmm. Dat gaat werken, hè. Die Stef, hè, dat is echt een goede zaak voor de ploeg. En zo'n charmante meneer. Ja. Hé, kijk. Okay. Misschien deze. Ja. En dat Ja. Pascalke, voor mij een dagschotel of 4, maar je mag ze 1 voor 1 geven. Maar... Geduld, Xavier. Eerst die 2 gentlemen hier. En heren, wat mag het zijn? 2 glasjes rode wijn en een poco d'informazione, per favore. Hier, zeg. 2 zotte. Ja, maar, lachen of mijn vriend Roberto wordt molto, molto broed, hè? Capis? Oei. Ah, oh. Oei. Zeg, ik doe een bina in mijn broekje van de schieten. Ik snap je. Hier zijn de 2 wijntjes. En wat moesten de heer weten? Wij zoeken senior Boma. Hoe weten waar senior Boma is? Ja, waarom heb je hem nodig? Oh man, we kunnen niet spreken, hè? Is de bigger secret. Jomme, is het de bigger the secret? Si. Potver. Zeg, als jij Italianen bent, dan ben ik de paus van Rome. Maar wel de paus die dorst heeft, hè? Pascalke, waar is mijn dagschotel? Hola. Nee, lachen met ons, hè? Waarom moet lachen met ons, hè? Ja, zeg. Jij doet het die zo komiek, hè? Roberto, Andriano, we hebben die stupido's niet nodig om signor Boma te vinden. Allee, voilà. Als u hem ziet, zeg dan dat hij ons mag verwachten. Giovanni. En Roberto. Meer moet gaan niet weten. Salukes! Chalkes! Jammer. Wat kwamen die hier eigenlijk doen? Er moet hier ergens een verborgen camera verstopt zitten. Dat kan toch niet anders? Toen Xavier zei dat hij het in zijn broek deed, was bij mij ook bijna van. Zeg. Wacht hier maar eventjes, hè? Ja, meneer Boma zal niet lang meer wegblijven. Maar u bent molto, molto vriendelijk, hè? U kent een nieuwe wereld, hè? U bent een signore met een grande elegantie. Oh, sì, grande intelligentia. Ik ken geen Italiaans, maar dat heb ik verstaan, hè? Sì. Bedankt voor il complimenta. Prego. Wilt u iets drinken? Sì, Roberto en ik hebben al grande dorsta. Sì. Flaske water? Oh,
Misschien cognac? Oeh, de heren willen cognac. De heren krijgen cognac. Ja, meneer Boma, die heeft de beste cognac in huis. En hij haalt die alleen maar boven voor speciale gelegenheden. Oh, maar dit is een speciale gelegenheid, hè? Zie. Ah, ja. Allee, ja, ik wil mij daar nu niet mee moeien, hè, maar waarvoor komen jullie eigenlijk? Is dat voor zaken? Voor zijn worst? Nee, niet voor zijn worst, hè. Ah, voor wat dan wel? Eerst drinken, salut. Salut, zijn al weg? Nou, salut. Oh, salut, ja. Meneer Boma komt erbij. En salut. Wat is dat hier voor de carnaval? Signor Boma, wij willen spreken met u. Very important. Zie, zie, en het gaat niet over zaken, hè? Het gaat over onze zuster, la bella Mariella. Oh, het gaat over een vrouw. Ik had het kunnen denken, hè. Ik heb mijn moeite niet. Kom, maak dat je wegkomt. Kom, ga stofzuigen, kom. Heel beleefd blijven, hè. U behandelt de senioren met respect, hoor. Si, capis. Zeg, wat is dit? Ben je hier een beetje komen bedreigen in mijn eigen villa? U hebt hetzelfde gedaan met onze wetloze zuster. U hebt haar beledigd. Of nee? Onthaard. Onthaard? Nou, onteerd. Oh, Jezus, schelp! Maar zeg, ik weet niet over wat dat die man... Ik ken uw zuster niet. Senior Boma, u bent een leuke naam. Ja, een vrouwenzot. Abelia, wat wilt je van mij? Wij willen... Gerechtigheid. U zal met onze zuster trouwen. Of anders... Mark, de ja. Goal, de goal. Ja? Een bal. Ja? Je focust je op die teddybeers, oké? Okay? Ja, alle vier. Ja, ietsje hoger nog, ietsje hoger. Pak dat smurfje niet, dat blauwe smurfje, ziet er dat hangen daar? Dat is goed, hè? Met dat wit ding daar zo, allee, vooruit. 1, 2. Ja! Goed, Mark. Goed, jongen. Goed. Allee, nu dat aapje. Ziet er dat aapje hangen? Vooruit. Geef er niet een lap op, kom, jongen. Ja. 1, 2. Ja! Goed, jongen, dat kan niet deugen. Een ezeltje, dat zullen we wel kennen, hè, een ezeltje. Ja! Allee, nu die met zijn snorkjes. Ja. En nu een teddy. Ah, kom maar. Ja. Ja. Deze daar, nu ook hier, nu ook van boven, even vooruit. Ja. In twee. Ja. 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 Kom maar. Oh. Mijn blusse beestje langs van mijn arme zieke kindjes. Dat zijn allemaal om zeep. En mijn antiek. Oh, ik ben geruïneerd. Oeh, ik dacht dat jij dat buiten gezet voor het groot vuil. Man, man, man. Misere, misere, misere. Ah, Freddy. Copain. Jij moet mij helpen. Je bezit is dringend. Een spieken? Nee, ik kan geen pizza meer zien. Allalalalala. Zeg het niet. Ik krijg nog twee Italianen over de vloer, hè. En die beweren dat ik hun zuster heb onteerd. Oei, 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 oei. Ja, maar ik weet niet over wie dat ze het hebben, hè. En ze zeggen dat je moet mee trouwen. Of... Ai, 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 ai. Ah. Maar dat is serieus, hè, maat. Dat is heel serieus, hè. Trap een Italiaan niet op zijn teentjes, hè. Of het is van dat, hè. Van wat? Abel, vandaar. Die mannen die lachen er niet mee, Bal. Een onteerde zuster, hè. Dat is wel het ergste wat ze kunnen hebben. Maar ik heb niks gedaan, hè. Ja, ja, dat kun jij wel zeggen. Jij die altijd achter de vrouwtjes achteraan zit. Hè? Weet je nog, over een tijd in dat Italiaanse restaurant met die kruts op die poep. Voor die mannen is dat genoeg, Bal. Zo'n onnozel tikske. Ja. Ik heb zelf gezien hoe onschuldig dat was, zeg. Jij bent bij de getuigen. Getuigen? Tegen Italianen? Ikke? Nee. Wie weet, wat heb jij op dat toilet uitgestoken? Ja, ik ben geen toilet.
Freddy, luister. Ik ben politiebescherming. Die mannen zijn dangereus. Ik lag daar niet mee, hoor. Maar die mannen ook niet, Bal. Heb je zo geen goed adresje in het buitenland? Waar dat je 2 jaar kunt onderduiken. Zou dat nodig zijn, denk je? Ja. Als je niet wilt trouwen, is de kans groot dat je het einde van het jaar niet haalt, hè, maat? Maar als vriend en burgemeester zal ik voor een heel schoon begrafenis zorgen. Hè? Ik wil er nog niet aan, hè, Freddy. Maar blijf er dan af, hè, Bal. Er zit niks anders op dan trouwen, vriend. Is dat het enige dat je mij kunt zeggen? Weet je wat je kunt doen? Je begint met een verlovingsfeest. Ga je mij op kosten jagen? Ja, een feestje meer of minder, dat zal niet op aankomen, hè, Bal? Verloven, hè, dat staat gelijk met schuldbekennen. Je moet het zien aanpakken, Balken. Hè? Een Italiaan die is gesteld op goede manieren. Ja? Dus, als je nu op die hele grote, chique verlovingsfeest het varken uithangt, dan moeten ze misschien niet meer hebben. Dat is misschien een goed gedacht, bij gedacht. Maar nu weer niet overdrijven, hè, Bal. Want anders is het op je verlovingsfeest al vandaag, hè. Voilà. Al ja, vandaag, hè. Zo galant. Allee, dat houden we niet voor mogelijk, hè. Die Italianen die weten tenminste hoe dat ze een vrouw moeten charmeren. Moffig. Heeft zij het nu over die 2 clowns die we vandaag hebben gezien, of wat? Ja, maar dat zal wel, hè. Die hadden het toch over Signor Boma. Ja. Zeg, en waarvoor hadden ze hem nu nodig, Carmen? Om te beginnen, dat waren geen 2 clowns. Oh, ja. En om verder te gaan, het ging over een heel serieuze zaak. Very importante. Amai, uw Italiaans is al even goed als dat van die toe. Ik ga er nog maar lachen met mij ook, ja. Maar allee, Carmen, dat jij daar nu nog intrapt, dat waren toch geen echte? Ja, wel, toch wel. Wie zou zich niet uitgeven voor een Italiaan? Ja, dat vragen wij ons ook al. Ja. Allee, wat kwamen die nu eigenlijk doen? Ja, wel, die kwamen meneer Boma zeggen dat hij een zuster onteerd had en dat hij ermee moet trouwen. Boma trouwen. Ja. Boma, die trouwt van zijn leven niet. Ziet je wel dat een grap is? Oh, jij noemt dat een grap? Oh, het is in zijn broek van de schrik. Oh, dat was ook voor de grap zeker. Oh. Hey, amai, al terug van de training. Huh? Oh, ons mannen die staan nog altijd op het veld. Ja, dat heb ik gezien. Dat zal een dik tegenvallen. Zeg, en hoe was het bij de beukers? Oh. Fantastisch, hè? Dat was niet te geloven. Dat was schitterend gewoon. Het feit alleen al dat ik hier zo rap terug ben, ja, dat zegt toch genoeg, hè? Oh, ja. Wat zegt dat dan? Je verliest daar geen tijd met stom gezever, ja. Die waren al bezig toen ik eraan kwam. Omdat jij te laat waart, hè? Nee, bij lange niet. Die zijn gewoon zo gedisciplineerd. Hier, kunnen die van ons een punt aanzuigen, hè? Zeg. Oh. Anne. Hier zijn we de middenbe. Hoe is het geweest, joh? Wel. Pascalke, een tournee generaal. En mannen hebben het verdiend. Ja. Wij hebben ons geamuseerd, de gasten. Dat zal er wel eens. We hebben nog nooit zo'n plezante training gehad. Ja, maar wat ik heb meegemaakt vandaag. Hallo, mannen, je moet eens luisteren, zeg. Ik heb hier gedaan. Tournee generaal. Allee. Niet dan? Hé, signoras, alles in orde. Sissi, je bent een goede gast, vrouw. Maar waar is meneer Boma? Hè? Is hij gaan lopen? Is hij een bang man? Nee, hij zou eens moeten durven. Nee. Hij moet nog naar huis komen. Hè? Ja, hier, ze proef dan eens. Oh, molto grazie, bella. Gracias. Hoi. Signor Boma. Signor Boma, hoe komen we zitten nu? We komen zitten en wij willen weten
Wat o, senor Boma, wat o hebben we beslist. Ja, senioren, alsjeblieft daar. We hebben u genoeg bedenkt afgegeven. Wat gaat u doen om de aar van onze zuster te redden? De aar? De eer. Senor Boma, u trouwen? Si. U no. Oh, u zijn slechte papieren, hè, meneer Boma. Ja, je zult niet anders kunnen, hè, mijn gedacht. Ik weet niet over wie dat ze het hebben. Oh, nu houdt u niet van de nozelen, hè. Je hebt daar rond de haard. Ja, ben alsjeblieft, dat zeg. Signor Boma. Beleefd blijven tegen de signora. Of hoe krijgt u met me te doen? Ter zake, no. Kijk, signore, voor zo'n tika op de villa. Dan moet je toch niet voor chicaneren. Zeg! Wilt u ons vergiftigen of zo? Ik heb het niet over een tik op de billen. Ik heb het over al de rest. U was misschien poploren zat, maar dat is geen excuus, capis? Maar hoe zag ze er dan uit? Oh, la bella Marielle. Zij is mooi, zacht, rond. Ze heeft grote, brede heupen voor vele kleine bambini. Oh, kleine boommakkes, dat ik dat nog mag meemaken. En hoe rapper hoe trouwt? Hoe rapper de kleine bambini? Oh ja, allee, meneer Boma, waar wacht je nog op? Wel, goed, dan doen we het ineens zoals het moet, hè. Met een verlovingsfeest en al, hè. Una festa d'amore. Si, met alles erop. En eraan. Oh. Si, si. Ik krijg mezelf op kosten, maar... Ja, si. Vele kosten, hè. Ah, vele kosten. Ja, een feestje meer of minder voor mij. Oh, dat is gesproken. En op mij kunt u altijd rekenen voor de service, hè. Si. Maar uw mond houden tegen de andere service. Si, krik-klak. Dus. Een grande festa en u zwaagt, want u hebben omerta. Omerta? Wie is dat? Zwaagplicht. Of anders. U betaalt alles. Een grande festa met pasta en mozzarella en vino. Cannelloni en ravioli. Minestrone, mascarpone. Toblerone. Mio sossissone. No sossissone. Of anders. Mio sossissone. Zit je al thuis? Ik had u nog lang niet verwacht. Als je honger hebt, er is pizza in de oven. Hè? Oh, merci. Ik heb geen honger. Allee, waar gaan we dat schrijven? Scheelt er iets? Ja, van alles. Ik voel me niet goed. Ik voel me afgeschreven. Och, jij zotteke, afgeschreven. Zo oud zijt je toch niet? Of is dat je niet meer mee kunt? Ah ja, als je zo een ploeg atleten moet trainen, dan voelt je wat je zelf tekort komt, zeker, hè? Nee, dat is het niet. En die ploeg die kan mij gestolen worden. Dat zijn de kampioenen. En wat is er van de kampioenen? Oh, ik mis ze. Ik mis mijn vrienden. Van de sfeer van voor en na de match en op de training. Dat kan soms plezant zijn. En anders altijd zo klagen omdat ze niet serieus kunnen zijn. Ik mis mijn ploeg, Doortje. Wow. Binnenkort is die stage gedaan en dan ben je weer terug bij de kampioenen. Oh, ze moeten wij niet meer. Ze hangen allemaal rond de Stef. Jij denkt toch niet dat ze de Stef gaan vragen om nu trainer te worden van de kampioenen? Dat zal wel. Maar jij, zo'n goede trainer. Maar, en dan nog, hè? Dat is toch allemaal niet zo erg? Dan ben jij eens wat meer thuis bij mij, hè? Ook dan nog. Ja, Xavier! Ja! Oké. Allee! Ja! Allee! Tegen mij? Nee, tegen die andere. Jongens, 6-0! Snoel! Jongens, ja. Steve kan precies niet goed tegen zijn verlies, hè. Ah ja, wat wilt jij, Paul? Ja. Is dat niet gewoon, hè? Ja, maar zijn trainingen hebben dan toch nog niet veel resultaat opgeleverd, hè? Ja, dat kan ook niet, hè, Paul. Die mens heeft zich nog niet kunnen bewijzen. Jongens, beweeg die zwaar.
Zeker. Baptiste! Nee, het was maar om te vragen hoe lang dat de spelletje nog gaat duren. Want mijn duiven die willen niet vallen met een lawaai. Hoe lang duurde de match vandaan? 2 keer 3 kwartier. Oké? Okay? Jongens, niet op een hoop! Hoe dikwijls moet ik dat nu nog zeggen? Ja, en gaat zo niet. Mark, naar voren. Naar voren. Dieke. Allee, hoort u nu eens bezig, zeg. Goh, hij noemt Mark een kieke. Maar dat zegt toch iedereen, hè? Jongen, wat is het? Weet jij wat dat tijdverlies mij gaat kosten als ik dat allemaal in rekening moet brengen? Ja, voor financiële zaken moeten we bij de voorzitter zijn. Mag ik nu godverdikke verder kijken? Ja? Dek dat gat toe! Jongens toch! Blinde mollen! Ja, maar, en noem ons mannen blinde mollen? Heeft hem geen gelijk misschien? Zelfs ik had gezien dat daar een gat was. Mannekes, geef toch die pas af! Kom, kom, ons ploeg heeft wat aanmoediging nodig, mannekes. Kom aan, kom aan! Mannekes! Kom niet op, kijk! Mark! Jongen, hoe is dat nu mogelijk, zo'n kans? Kun je alleen maar een plusje beesten, Mikkel, of wat? Kun je geen rappenpaar in de goal hangen? Zit nu eens bezig, zeg. Maar ik deed toch zijn best. Ja, maar toch niet goed genoeg, hè, Paul. Trouwens, jij zou toch ook vloeken als die ploeg was? Als mijn ploeg was, hè. Als... Hoe bedoelt jij was? Hé, hey, nou. Vergeet er even uit, zeg. Abias folio. Wat dan maar, zeg. Wat zijn dat je zo koos dat je toch... Ah, de camarada hier. De camarada. Mini pizza, ik heb meneer Boma. Hey. Ik pak ze nu dat ze nog warm zijn. Ah, je hebt het toch op de pizza? Ha! 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 Allee, ik zal er een pakken. Wow! Wat krijg je nu? Ik moet dat doen, Carmen, ik moet dat doen! Buonasera a tutti! Buongiorno! Oh, is het daar? Buongiorno, buongiorno! Mamma Mariana! Nee, zit dat niet? Onze zuster is veel en veel knapper! Veel knapper? Maar ik wil ze zien, hè, mijn fiancé, ik wil ze zien! Hoe kan ze kussen? Wat, Roberto? Ah! La bella Mariana! Daar gaat een pak aan de Russie! Hoes! 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 Valt niet mee, hè, Stef? Zeg, verliezen. 8-0. Jongens, ze hebben hun best gedaan. Oh, dat zeg je nu. Oh. Ja, dus straks was het wel wat anders, hè? Allee. Blindenbollen! Ja, kieken! Ja, dat was als aanmoediging bedoeld, hè. Ja, we hebben wel liever een andere aanmoediging. Ja. Welke? Pascalke, tournee generaal. Allee, merci, Stefke. Je gaat hier nogal een rekening krijgen. Hoe? Ja, Stef, dat begint hier wel aardig op te lopen. Hè. Kunnen wij straks afrekenen? Ja, maar daar moet je voor bij de voorzitter zijn, hè. Ja, zolang die stage loopt, draait het bestuur op voor de kosten. Is dat echt? Ja, man, sorry, maar dan is het wel gemakkelijk, hè, om de sympathieke uithangen binnen. Ja. Zeg, Paul, wanneer mogen we nu terug met u trainen? Terug met mij? Ja. Maar het is toch veel plezanter met de Stef? Jij dacht toch niet dat ik zou willen ruilen? Hey, geef mij maar een ploeg met inzet en discipline. En geef mij maar een ploeg met ambiance. Mannetjes, tournee generaal. En op mijn kosten, ja. Hier, je moet het niet raar zien. Geef toe. Geef toe dat je
ze genepen hebt, kijk. Oh, je dacht dat u laatste uur geslagen had. Ja, we nu. Hey. Hey. Ik had al direct gezien dat dat twee valse Italianen waren. Ik heb me van de dobbel gedaan. Ah, ja? Is daarom dat je kostuum hebt vuil gemaakt? Nee. Ja, burgemeester, is het carnaval? Ja, ja, ja. Dat mag je als tweede beledigen. Hè? Ja, ja.